alsjeblieft. Dank jullie wel. Goedemiddag iedereen. En ja, ik stond net een beetje aan een hoekje, dus ik zie nu pas hoeveel mensen er zijn en hoe strijdbaar iedereen eruit ziet. En wat doet het me goed om hier vandaag met jullie te staan en krachten kunnen putten uit elkaar. Want ik weet zeker dat we allemaal best wel harde klap hebben gehad na de verkiezingen afgelopen week. Links is keihard afgestraft, dat hebben we vandaag al geconstateerd. En met de overwinning van de VVD en de D66 hebben we een hard en neoliberaal kabinet voor de boeg. Bovendien worden we nu geconfronteerd met de opkomst van extreem rechts die nog nooit eerder zo groot is geweest. Dit doet pijn en dit is beangstigend. Juist daarom is het zo belangrijk dat we hier vandaag staan en dat we ons sterk maken tegen dat racisme. Want we zullen ons daarnaast ook moeten afvragen hoe zijn we hier gekomen. En wat kunnen we de komende tijd verwachten en hoe gaan we bouwen aan een alternatief? Het wordt ons in ieder geval niet makkelijk gemaakt. De opstelling van zogenaamde linkse burgemeesters wanneer het op ons demonstratierecht aankomt is veelzeggend. Het afgelopen jaar, net als vandaag, hebben we laten zien dat we grote strijdbare protesten kunnen organiseren op een veilige en verantwoordelijke manier. Maar steeds opnieuw worden de beperkingen steeds groter aan onze protesten en worden demonstraties zoals die van vandaag tot een paar honderd mensen gereduceerd. Op de eerste plaats is het duidelijk met deze ruimte mogelijk om met meer mensen op een veilige manier hier te staan. Maar op de tweede plaats is het juist nu belangrijk dat we dit doen, dat we ons organiseren. En ze misbruiken de coronacrisis om ons recht op betoging in te perken, terwijl de rest van het coronabeleid onverantwoordelijk en onveilig is. Tegelijkertijd wordt de rode loper uitgerold voor extreem rechts. Waar onze acties worden verbannen van het Museumplein, maakt Halsema wel afspraken met extreemrechtse corona-ontkenners en mogen ze elke week weer op het Museumplein staan. Afgelopen week, op de dag van de verkiezingen, stond Baudet hier met zijn campagne. Op dezelfde plek als wij nu. Het feit dat hij twee dagen daarvoor in Utrecht nog heeft gezegd: "Ah, ik mis die tijd voor de coronacrisis dat we een antifascist nog eens op hun bek konden slaan." Heeft blijkbaar geen gevolgen gehad voor zijn vrijheidskaravaan. En toen stond hij hier en het eerste wat hij zei was: "Kom allemaal wat dichter bij het podium." Daar werd niks mee gedaan, maar ondertussen werden de antifascistische tegendemonstranten die hier naartoe kwamen op de eerste plaats met geweld bedreigd door de FVD-aanhangers, maar op de tweede plaats door de politie ingesloten en afgevoerd. En het is precies juist deze faciliterende houding van autoriteiten die rechts geholpen heeft om groot te worden. Drie jaar geleden stonden we hier, deze demonstratie werd georganiseerd met de leus "Geen racisten in de raad". Deze leus was voor groepen zoals de PvdA en de SP aanleiding om zich terug te trekken uit de demonstratie. Maar waar staan we nu? Niet alleen zitten de racisten in de raad, maar worden extreemrechtse fascisten in de Tweede Kamer verkozen, terwijl ze hun antisemitisme ook niet langer onder stoelen of banken steken. Het gevaar van dit opkomende fascisme gaat verder dan alleen het parlement. De opbouw van een extreemrechtse beweging op straat zagen we in de afgelopen jaren al, toen de samenkomsten en protesten van Kick-Out Zwarte Piet met geweld werden aangevallen en onmogelijk werden gemaakt. Het nazi-account Vizier op Links intimideert linkse activisten op Twitter in een poging ze het zwijgen op te leggen. Tal van kleine neonazi-organisaties in Nederland zijn bereid tot geweld. Waar dit toe kan leiden hebben we de afgelopen week in de Verenigde Staten gezien, waar een racistische moordaanslag de dood op 8 mensen heeft betekend, waaronder 6 Aziatische Amerikaanse vrouwen. Dit soort geweld, geweld tegen moslims, zwarte mensen, vrouwen, LHBT'ers en mensen met een beperking is niks nieuws. We zien het nu weer opnieuw. De haat die Sylvana Simons over zich heen krijgt, zodra bijeen met één zetel de Tweede Kamer inkomt. De media springen er bovenop. Dit soort racisme wordt al decennia lang genormaliseerd in de Nederlandse politiek. Maar ik houd mijn hart vast voor de vormen die dit geweld kan aannemen als extreemrecht zoveel ruimte krijgt om zich te organiseren op basis van hun racisme en hun complottheorieën, net zoals nu.
De enige manier om deze haat te bestrijden is met solidariteit. Dat extreem rechts nu met nog meer mensen en partijen vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer, betekent dat het publieke debat steeds meer op hun termen gevoerd zal worden. Linkse partijen zijn oorverdovend stil tegenover dit extreemrechtse gevaar. Ze laten het gebeuren en bijten niet van zich af. Sterker nog, toen kritische leden van onder andere de SP en GroenLinks zich uitspraken tegen Forum, werden ze door een partijtop tegengesproken en afgestraft. Dit kan zo niet langer doorgaan. Nu meer dan ooit hebben we een links nodig dat haar rug recht houdt, dat het beestje bij de naam houdt en dat zich uitspreekt tegen racisme en fascisme. We hebben een links nodig dat voor de verandering eens echt op oppositie gaat voeren tegen het afbraakbeleid en van het rechtse kabinet. Zodat het niet langer alleen de extreemrechtse partijen zijn die een alternatief weten te bieden aan werkende mensen. We kunnen hiervoor niet langer alleen maar gaan stemmen en dan naar de zittende partijen gaan kijken. We moeten de straat op. Nu is de tijd om ons te organiseren en deze sterke tegenbeweging op te bouwen. Een tegenbeweging die solidair is met elke onderdrukte groep, met elk slachtoffer van extreemrechts geweld. Een tegenbeweging die zich tegen de structurele problemen van het kapitalisme keert, zoals racisme, seksisme, de klimaatcrisis en het neoliberale afbraakbeleid dat ons allemaal raakt. Want de strijd tegen racisme en fascisme gaat hand in hand met de strijd tegen het kapitalisme. Toen niet! Nu niet, nooit meer fascisme. Doe niet, nu niet. Nooit meer.